maar de bal gaat te makkelijk liggen. Emmanuelsson. En De Jong, ruimte nu voor Ajax. Team De Jong. Schot is van ver, maar niet geheel ongevaarlijk. Emmanuelsson. De Zeeuw. Opgejaagd en afgetroefd door Bakal, die geen overtreding maakt. Engelaar, bal is goed. Toivonen, kans, maar Stekelenburg. De eerste echte kans van de wedstrijd is er voor PSV. Amrabat loert, maar staat buitenspel. Nou, hij mag door en dan is Toivonen in het midden vrij. Gaat Amrabat zelf en schiet hij die bal er niet in. En is het ook geen hens. Is dit de tweede kans voor PSV? Maar Ajax staat daar dan uiteindelijk dus toch niet goed. Suarez gaat er makkelijk liggen, zou je zeggen, maar hij krijgt de vrije trap. Het wordt Vertongen. De bal is hard en die gaat er bijna heen ook. Nog net aangeraakt door Isaacson. En zo krijgt Ajax nu toch langzamerhand ook wat kansen. En is daar de volgende? Ja, Suarez, maar Isaacson en alsnog 1-0 Ajax. Siem de Jong. Suarez met het schot. Isaacson krijgt hem niet goed weg. Kan alleen maar redden. En dan is het voor Siem de Jong makkelijk. En zet hij Ajax op voorsprong. 1-0. Voordeel toegepast door Blom. Anita. Pantelic. Bal eigenlijk alleen maar binnen te houden. Nou, zo dus. Emmanuelsson. En schieten. Dat moet dan met rechts. Maar dat kan hij ook. Urbi Emmanuelsson. En ook de dank natuurlijk naar Pantelic. De enige die dat ziet en doet is Anita. In de 43e. Het is 2-0 voor Ajax. Met dank ook aan Pantelic. Wat een gevoel. En dan doet hij het met rechts. Goh. Wat een doelpunt. Pieters. Engelaar. Afvalaar, kan hij daar nog bij? Ja. En nu ook Amrabat of Doetzak aanspelen die daar staat. Voor het doel is Toivonen. Daar is ook Bakal. Toivonen. Oh, wat een kans. Een passend einde van de eerste helft. Waarin PSV nog maar eens een kans om te scoren laat liggen. Amrabat. Doetzak. Naar Toivonen zou je zeggen. Dit is Bakal. Daarachter is Afellay ineens. En niet zo slecht. Schot van Alderweireld is niet al te best. Suarez kan opvangen. En doet dit schitterend. Suarez gaat dan zelf. En Isaacson voorkomt 3-0. Strakke bal, goed van Alderweireld naar Suarez. Die gaat makkelijk liggen. Sowieso voordeel gegeven, omdat Ajax in de aanval blijft. Pantelic raakt de bal dan kwijt. Amrabat nu overspelen. Nee, dat lukt niet. En dan is Pantelic weg en kan het 3-0 worden. Dat wordt het. Fout van Amrabat leidt de 3-0 in. Marco Pantelic. En het lijkt gebeurd. In de arena. Het zat eraan te komen. PSV speelt een hele moeizame tweede helft. En als je dan ook nog eens zo gaat klungelen zoals Amrabat hier doet. Dat kan niet. En er wordt massaal gesprongen. Want er is weer hoop op een titel in Amsterdam. Maar Rodriguez verlengt. Daar is Engelaar en daar is hij van de lijn gehaald. Door Anita. Het schot daarna van Afellay. En nog een poging die ook geen doelpunt oplevert van Manza Rodriguez. De eerste kans was er voor Engelaar. Bij de tweede paal is er vrijheid voor Koevermans. Maar dat was net op tijd verdedigd, alleen met de hand. En dus is het de strafschop. En dan komt er ook nog een kaart voor Vertongen. Geel. En ook Vertongen is daarmee geschorst. Maar dit is inderdaad de arm, hens van Vertongen en dus een terechte strafschop.
Zoetzak of Stekelenburg. Het is... Oeh, net Zoetzak. De Arena juicht al. Want hij leek hem te hebben. Maar Zoetzak is nu de vierde speler die tegen Ajax weet te scoren in de Arena. Maar vraag niet hoe. Emmanuelsson intussen uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Terwijl het 4-1 kan worden als ze dit goed uitspelen. Suarez, daar is 4-1. Nummer 27 van het seizoen voor Luis Suarez. De titelrace ligt open. Nou ja, Twente staat 5 punten voor op PSV en 6 op Ajax. Maar Ajax doet weer mee. Na de winst op Twente, ook de winst op PSV.